welkom bij een uitpakvideo. Nou ja, hij is al uit de doos. Ik heb bij hobbywerken.nl wat dingen besteld voor mijn hobbykamer en wat nieuwe lijnen. En dat wil ik graag met jullie delen. Ik ga beginnen met deze bakjes. En hier kunnen bijvoorbeeld je ephemera en je enamel dotjes in. En deze leken mij echt super handig. En ik weet dat sommige webwinkels ze echt met heel veel bakjes verkopen. En ik dacht, als ik er nou twee probeer om te kijken of het voor mij werkt om dat te sorteren, dan kan ik altijd nog meer kopen. Dus deze twee bakjes. Ik heb een blending tool gekocht van Ranger. En deze zie je heel veel met Distress inkt gebruikt worden. En ik heb zelf Stampin' Up inkt, zoals jullie weten. En ik dacht, misschien kan het daar ook mee. Dus ik ga dat gewoon proberen om daar ook mee te blenden. Misschien met water erbij. Ik heb een Sharpie, een fijne gekocht. Ik had natuurlijk deze Sharpie. Hij is fijn en ultra fijn. En die heb ik ook afgekoud. En die is eigenlijk ook best wel leeg. Want ik gebruik hem eigenlijk voor bijna elke layout. Dus ik dacht, ik moet gewoon een nieuwe hebben. En die heeft zo'n punt. En wel een beetje dikker dan dat ik verwacht had. Maar hier kun je ook prima mee schrijven. Dus hier ben ik weer heel blij mee. Met mijn Sharpie. Dan heb ik wat hoesen gekocht. Ik heb de hoes I gekocht. En zoals je kan zien dan heeft hij drie fotovakjes. Ik kan er wel eentje openmaken. Laten we zien. En even kijken of ik hier mijn lineaal heb. Nee, ik heb een lineaal hier niet bij de hand. Maar wel mijn snijmachine. Dus ik kan wel even meten hoe groot de vakjes zijn. De vakjes zijn ongeveer 4,5 inches, 10,5 centimeter. En ze zijn 4 inch lang. Dus je kan ongeveer 4 bij 4 kaartjes indoen. En omdat ik een Project Life album maak en sommige weken nog best wel veel foto's heb, lijkt het me leuk om hier dan nog wat foto's, extra dingetjes in te doen voor de layout. Dat zijn deze. Ik leg het allemaal even gelijk aan de zijkant, dan is het overzichtelijk. Ik heb ook de hoes nummer C, of ja, hoes nummer, het is geen nummer, het is letter C gekocht. En dat zijn zes 3x4 vakjes. Volgens mij zijn dat 3x4 vakjes. Ja, 3x4 vakjes. En daar ben ik ook blij mee. Want die heb ik nog niet. En dat lijkt me weer een leuke hoes om ook te gebruiken. Ik vind dat wel leuk om af te wisselen. Ik heb verschillende lijnen gekocht ook. Wat ik ga op vakantie naar Curaçao, zoals de meesten zullen weten. En ik vind het toch wel heel erg leuk om dan daar een album ook van te maken. En daarom heb ik wat lijnen gekocht voor in het vooruitzicht. En ik neem jullie natuurlijk ook dan mee door mijn Curaçao album heen. Ik leg dit even weg. Dan gaan we beginnen met het Pasenpapier wat ik heb gekocht voor de Paaskaarten. En ik wil wat Paasprojecten gaan maken. Ik weet niet of ik alles ga filmen. In ieder geval komt er wel gewoon op mijn blog komt er van alles over. En misschien dat ik nog wat video's erover ga maken. Maar ik zag deze van Echo Park. En daar heb ik ook wat grote vellen van. Die heb ik al een keer eerder besteld. En ik vind ze zo leuk. Dus ik dacht, daar moet ook dat 6x6 paperpad bij. Hele mooie leuke blauwe. Paaseieren. Op de achterkant zitten eigenlijk een beetje neutrale dingen, een beetje voor de lens, zoals deze bloemetjes, wortels, en groen, paasen. Zodat je ze ook gewoon kan gebruiken als andere achtergrond voor kaarten of voor scrapbookpagina's, voor Project Life layouts. Zodat het een beetje lente, ja, paas is. Kuikentjes, bloemetjes, heel leuk ribbeltje. Zo'n pleet, een roze, oranje, mooi blauwe. Hier zijn van die leuke strips. Die kun je natuurlijk ook. Deze is ook heel leuk. Die heeft zo'n tapje. Ik heb hem niet gezien. Schaapjes. En dan begint hij weer opnieuw met alles. Ik vind deze wel echt heel erg leuk. De grote vellen hebben van die glossy accents erop. Er zitten 24 dubbelzijdige papieren in. Dus hier ben ik weer helemaal blij mee. Dan kan ik er weer vooruit. Ik heb van Crepe Paper de Oasis. Oasis. Ik noem het gewoon Oasis. Als jullie weten is mijn Engels niet al te best. Dus ik noem het gewoon Oasis. Klinkt wel lekker dan, hè? Ik vraag me altijd wel af wat jullie denken als ik dit allemaal zo inspreek. Want ik blijf gewoon kletsen. Ik heb daar helemaal geen problemen mee. En
soms komt er ook gewoon alleen maar onzin uit. Nou, deze is ook open. Nee, toch niet. Ik had dit misschien even vooraf moeten doen. Maar ja, dan denk ik, oh, leuke video. Ja, deze is open. Dus ik ga met jullie er doorheen. Er zitten 36 vellen in. En deze is ook 6x6. Dit is de cutpart. Hele mooie bloemen. Het hout. Badpakken. En bikinis. Deze vind ik echt heel erg leuk. Die ananassen. Deze lekker zomers. Dat is oude vintage kaart. Ik hoop dat jullie het allemaal goed kunnen zien vanaf die afstand. Deze vind ik echt heel mooi. Die heb ik ook in het groot. Beetje groen. Flamingo's. Jee. Op Curaçao zijn dus wilde flamingo's. En daar gaan we naar op zoek. Caravins. Stippen. Streepjes in een mooie overloop. Weekend. Deze is ook gewoon leuk. Deze lijn is ook gewoon heel erg leuk om te gebruiken voor weekend project lives, denk ik. Want hij heeft echt leuke kleurtjes en zo voor het voorjaar en zomer. Deze ook heel erg mooi. Een beetje een houten printje met witte dotjes. Een opschrijfblok. Golven. Rolls. Ik denk dat alles er één keer in zit. Roze strikjes. Hele mooie blauwe paarsige kleur met roze driehoekjes. En dan begint hij weer opnieuw. En dan zit niet alles erin. Ik denk alleen de populaire printjes. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Heel erg leuk. Ik heb de die cuts. Daar ga ik zo meteen doorheen. Ik wil dat eerst het stickervel laten zien. Zoals die Let's Go is leuk. En er zitten ook van die glitter stickers bij. Weekend, getaway. Ik heb ook de chipboard besteld. Alleen die is nog niet binnen. Dus ik heb alleen nog de stickers. Maar dat vind ik ook wel prima. Ik zal hem even uitvouwen. Dit is dus een 12x12 sheet. En deze zijn ook heel erg leuk. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien. Maar dat is zo'n neon lichtbak. Wat je normaal bij een winkel hebt ziet staan. En leuke woordstickers. Een leuk zwembak. Lijkt wel een beetje op welke ik nu heb. Dus deze kan ik echt goed gebruiken voor mijn vakantiealbum. Dan gaan we naar het papier van Kreper. Ik heb sommige vellen dubbel gekocht, omdat ik beide kanten dan heel leuk vond. Deze heet Palm Springs. En de andere kant heeft dit streepjes overlopen. En dit is gewoon de die cuts. En ik vind deze echt heel erg leuk. De flamingo natuurlijk. Hello Sunshine. Yeah, okay. I adore this place. Heel erg mooi. On the road. Ook leuk. Deze heet Retreat. En dit zijn een beetje de palmbomen. Ik maak er wel wat van, hè. En dit zijn stitchlijnen, lijkt het wel. Deze heet Coastal. En dit zijn hele mooie ronden met streepjes. En dit is die mooie paarse met die driehoekjes. Vind ik echt heel erg mooi. Dan heb ik Caravins. En deze heet Highway. Vind ik ook heel erg leuk. Mijn schoonouders staan op de camping. Dus dat is ook altijd wel leuk om daar een foto nog van te scrappen. En hier heb je die strikjes. Maar ik heb hem echt gekocht voor voor de caravans. De flamingo's. Ik vind deze echt heel erg leuk. Ja. En de achterkant de groene. Maar ik ga hem toch deze kant gebruiken voor mijn flamingo foto's. Dit is Sunset. En deze vind ik echt super mooi. Het lijkt een beetje... Ja, echt een zonsondergang, maar ook gewoon met watercolor. Ik vind dit echt een hele mooie. En de achterkant zijn de golven. Dan heb ik een sunshine. En dit zijn de ananassen. Heel mooi. Ik vind dat zo leuk van Great Paper. Die hebben dan stukjes plakband hierboven ingeplakt. En ja, dat, een beetje dat ouderwetse lookje. Ik vind dat echt heel leuk. En deze vind ik ook heel erg mooi. En dit is een beetje, dat doet me denken dan aan Marokko of Marrakesh, weet je wel, van die mooie tegeltjes. Ja. Ik kan uren praten over papier, hè. Dit is Sunday en dit is de achterkant heeft een hartslagpatroon, laat het daar even op houden. En de andere kant heeft deze zwempakken. En ik heb het twee keer gekocht. Eigenlijk wil ik er eentje losknippen. Of in rijen gebruiken. En eentje als achtergrond ook echt gebruiken om de zwemfoto's te scrappen. En ik vind deze bijvoorbeeld heel erg leuk. Ik vind dit ook zo'n leuk zwempak. Dus ik
Kunnen ze die ook maken bij Kreekbeker? Het zou wel heel leuk zijn als dat kan, hè? Dit zijn dus de papieren die ik heb gekocht van de Oasislijn. Dan gaan we aan de gang met Palm Beach van My Mind's Eye. Die kwam ik tegen via Martine Rijnbeek. Die had een uitpakvideo van deze lijn. En die vond ik zo leuk. Dacht ik, ja, deze hoort ook gewoon bij mijn Curaçao album. Ik twijfel nog of ik bij een 9x12 album ga scrappen of een 6x6 of wel 6x8 album ga scrappen. Dus ik ben daar nog even over aan het twijfelen. Dit zijn 24 vellen en ook 6x6. Dit is een mooie palmboom met goud, palmbladen, flamingo's. Misschien moet ik niet zo enthousiast zijn over flamingo's, een mooi rood streepje. Deze layout hebben ze eigenlijk altijd, maar mijn schijn vind ik altijd wel heel leuk om dan hier net één foto te doen. Mooie gouden dutjes, ananassen. Streepjes, ik vind deze ook heel mooi, echt zo'n watercolor effect. Mooie bloemetjes, ananassen, dutjes, palmbomen. Deze is ook heel mooi. Ananassen. Palmbomen, ananassen. En hier begint hij weer opnieuw. Ik vind deze echt heel erg leuk. Die palmbomen met dat goud en dat mooie kleurachtergrondje. En die ananassen. Dus ook weer heel blij mee. Ik heb hier ook de FMA van. En die ga ik ook zo uitpakken. Zodat het, ik kan me voorstellen dat het heel lang duurt. Als je iemand anders dat ziet uitpakken zelf. Kan ik uren er soms aan kijken. Als uren dan denk ik ook van oké, nou ben ik er klaar mee. Dit is het stickersheet. En er zitten leuke banners bij in de kleuren. Tropical, palmboom, flamingo, de ananas. En die vind ik gewoon heel leuke 32 stickers. Die heb ik erbij genomen. En ik heb hier ook het stickerboek erbij genomen. En dat zijn 6 stickervellen. Even openmaken. Hier zitten dus allemaal banners. Trip, vacation, beach. En ook een rondje met de ananas. Ik blijf ananas en palmbomen en flamingo's geweldig vinden natuurlijk. Leuke bloemetjes. En hier heb je ook die kleine pennetjes. Dus het is ook leuk voor mijn Project Life om het daar een beetje in te verwerken. Er zit nog een laag bennetjes. Die je kan gebruiken gewoon als onderlaag. Die gebruik ik steeds vaak. En 3 alfabetsetjes. Hele mooie groene met gouden letters en met streepjes. Dus en die passen ook prima bij de Oasislijn als je zo kijkt. Ik kan even erbij pakken. Bij kleuren zou het allemaal gewoon best wel bij elkaar kunnen passen. En dat lijkt me juist leuk om dan die 2 lijnen door elkaar te gebruiken. Ik weet het, dat klinkt heel spannend, ook voor mij. Maar dat komt gewoon omdat ik eigenlijk per lijn wil werken per kit. En niet door elkaar. Maar ik ga het proberen om door elkaar te werken. Dit zijn de die-cuts van Palm Beach. Ik ga er wel wat sneller doorheen, want ik snap dat het er heel veel zijn. Er zitten 40 stuks in. Een bloemetje, een palmboom. Labels. Die zijn altijd leuk als een fotomat. Een cruise schip. En mensen die op een onbewoond eiland verdwaald zijn. Dat denk ik bij dit plaatje. Dat wil niet goed zijn. palmbladeren. Bloemetjes. Nog een bloemetje. Ananassen. Een zonnebril, een palmboom, verschillende soorten flamingo's. Ik denk dat ik echt gewoon een heel boek kan maken met flamingo's. Superleuk. Nu maar hopen dat ik foto's heb van flamingo's. Dan wil ik ook echte flamingo's, echt wilde flamingo's. Ananassen. Nog meer mooie palmbladeren. Een mooi roze hart met gouden dotjes. Helemaal lood. Kijk uit de kokosnoot. Ik moet dan denken aan dat liedje. Leuke kokosnoot. Lekker een cocktail. Mooie gouden ananassen. Ook super leuk. Hier nog 3 bennetjes die eigenlijk of 4 bij Mind's Eye eigenlijk altijd erbij zitten. Ik vind deze altijd heel erg leuk om als in mijn klussentje te verwerken. Dan een watermeloen. En dan Tropical, Vacation en Beach. Nou, die kan ik echt wel gebruiken, want het is het alle 3 voor mijn album. Dan gaan we naar de Ephemera Pack van Oasis. En daar zitten er ook 40 stuks in. En die maak ik gewoon even lekker rommelig open.
Ik heb zelf niet online gekeken wat er eigenlijk allemaal in zit. Want ik vind het dan ook wel leuk om mezelf dan te verrassen. Het is wel lastig, want je hebt zoveel leuke video's. Citrus, een beetje oldschool-achtig. WKN. Itinerary, ja. Yeah. Ik denk dan, oké, ik moet dat even googlen wat het is. Dray. Summer, ik vind deze heel erg mooi. Dan zie je ook die watercolor, een beetje dat mooie effect. This is Paradise, Vacation Time. En ook leuk dat die nietjes erin zitten. Vind ik leuk. Deze, Right Here, Right Now, met die mooie ananas. Cactussen. IJsje. Een koffer. Friday, Saturday, Sunday, Funday. En deze kun je dus eigenlijk ook nog van elkaar afscheuren natuurlijk. En dat gewoon ook in een potje lijf allemaal doen. Fotostel. Hotel Chill. Ik schrijf het even aan de kant. Hello Sunshine. Een gouden flamingo. Mooie gouden palmbladeren. Nog meer palmbladeren. En kijk, zoals je hier ziet, de palmbladeren van My Mind's Eye. Die passen er dus eigenlijk perfect bij. Kijk. Wel een andere kleur groen, maar die kunnen wel gewoon mix en match. Dus ik ga dit allemaal samen in één bakje voegen. Summer Fun. Party, Sleep, Sun, Repeat. Best Weekend Ever. Ik doe het even zo in mijn hand. Destination, vluchtnummer. Dat is leuk. Motel. A few much needed days away. Road trip. Welcome to Blue Springs. Dat is ook een mooie boot, hè? Nog Tex. Days filled with sun, fun and friends. Los Angeles. En een ouderwetse wereldkaart van Amerika. Nog een label. Mooie bloemen. Pineapple. Sea, sun, fun. En hier nog een D. Dit was mijn grote uitpakvideo, mijn haul voor mijn album voor Curaçao. Ik ga nu lekker alles in mijn nieuwe box doen. En daar ben ik wel blij mee. En dan blijft het ook bij elkaar, hoop ik. En dan zien jullie binnenkort, ik gok vanaf halverwege april, eind april, zien jullie mijn video's met de zomerse foto's van Curaçao. En dat ik deze linen kit gebruik. Ja, ik heb dus alles gekocht bij hobbywerken.nl. Ik zal hieronder de link van de winkel ook nog erbij toevoegen. En dan zie ik jullie graag bij een nieuwe video. Vond je de video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Laat een reactie achter. Ik vind het altijd heel erg leuk om reacties te lezen. En abonneer je op mijn kanaal om niks te missen. En tot de volgende video. Doeg!